En hallo iedereen, leuk jullie kijken naar deze gloednieuwe video van mij. Mijn naam is Cecily en zoals altijd heet ik jullie van harte welkom. En zoals jullie altijd hebben kunnen zien, ik heb uiteindelijk een blauwe plofkap voor mijn microfoon, zodat de kwaliteit van mijn opnames veel beter zullen klinken. Ik wist niet of daar überhaupt een goede plofkap voor was, maar ik heb het uiteindelijk gevonden via online winkelen, zeg maar. Maar dat is totaal niet waar de video over gaat. In deze webserie genaamd Snelle Reviews ga ik op snel tempo een heleboel projecten beoordelen die ik in de afgelopen tijd beluisterd heb. Vooral in de maand januari. Ja, het was een beetje een rustige maand voor mij en het waren niet zo heel veel projecten die mijn interesse wisten op te wekken. Er staan nog wel een paar Wesley Reviews wel gepland voor de komende tijd, maar geen nood. Ik zal zo snel mogelijk aanwerken en er zijn ook nog andere projecten waar ik op moet werken en zo. Dus komt allemaal wel goed uiteindelijk, dus vertrouwen we nog maar. Ik wil jullie nog gewoon bedanken voor het geduldig zijn, voor als jullie echt behoefte hebben aan een nieuwe video van mij, maar wat ik al zei, ik zal zo snel mogelijk aan nieuwe video's werken, dus dat weet je het ook alvast. Maar weet je wat, genoeg gekletst, laten we nu meteen beginnen met deze snelle review van de maand januari van 2021. Here we go! Licht en Donker is het debuut-EP van de Nederlandse zangeres Vroukje Veenstra, of kortweg Vroukje genoemd, die bekendheid kreeg met het liedje Groter dan ik, die in 2020 is uitgebracht. Waarbij de 19-jarige zangeres over de liefde, eenzaamheid, bedroefde gevoelens en wereldproblematiek zingt. Het mini-album is een veelzijdig project waarbij er gewisseld wordt met electropop en dancepop, maar dan met een dromerige en emotionele nagevoel waarbij je geen enkel moment verveelt bij het beluisteren van deze EP. Wel moet ik zeggen dat slotnummer onbezonnen wat aan doorsnee popkat zit. De songwriting is mooi en poëtisch geschreven en het kan zijn dat het je depri maakt, vooral over de dingen die de zangeres bespreekt. Soms kan het zijn dat je niet meteen kan achterhalen waar zij over zingt, waardoor je soms op het internet af moet struinen om te achterhalen van wat Vroukje probeert te zeggen en met wat voor gevoel en reden zij dat ook doet. Het fluisterende zangoptreden van Vroukje heeft iets weg van de zangstijl van de Amerikaanse zangeres Billie Eilish, maar ondanks dat heeft de Nederlandse zangeres een eigen stem waarmee ze toch een beetje uniek klinkt. De veelzijdige productie van Jens van der Meij en Palm Trees maakt dit project tot een bijzondere sensatie om naar te luisteren. Hoewel het niet per direct perfect is, het is ondanks de gebreken een stevige EP. De Euthymia EP is de nieuwste EP van de Nederlandse housegrootheid Armin van Buuren, die in december van afgelopen jaar is uitgebracht, die ook nog eens de hitsingle Feel Something met Duncan Lawrence bevat. Ik weet niet hoe de legendarische DJ het gedaan heeft, maar hij heeft het voor elkaar weten te krijgen om voor zo'n levendige genre een langdradig en saai project uit te brengen, die ook nog eens aanvoelt als een verspilling van jouw tijd. De meeste liedjes gaan over de liefde, maar de songwriting op de liedjes zijn aan de oppervlakkige kant, wat mijn interesse niet wist op te pikken. Hoewel de gastbijdrage van Jake Reese, alias Jaap Reesema, op openingsnummer Meet You Now vervormd is, het klinkt wel te gek om naar te luisteren. De rest van de gastbijdragers op deze EP zijn voorspelbaar, saai of ik kan ze amper herinneren. De EP begint met Need You Now sterk, maar gaandeweg voelt de productie verwaterd, langdradig en sloom aan, waarbij een meerderheid van de liedjes aanvoelt als filler. En het feit dat de versie op Spotify verlengde versies van bepaalde nummers bevat, maakt deze EP er niet beter op. Waarschijnlijk één van de saaiste EDM-projecten die ik sinds korte tijd gehoord heb. Titanium is het tweede album van de Nederlandse Braziliaanse symphonic metal slash progressieve metal band Phantom Elite, bestaande uit Exit Eden en Aventasia zangeres Marina La Tarocca, producent en gitarist van After Forever Sander Gommans, gitarist slash bassist Max van S, drummer Yuri Warmerdam en keyboardspeler Koen Stam. Qua sound is het album gewoon meh, ook al klinkt het intens en dramatisch. Het wist me niet te verrassen of te imponeren en zelfs met een speelduur van bijna 50 minuten voelt dit project langdradig aan. Hoewel ik niet heb kunnen achterhalen waar de liedjes over gaan, in de songwriting heb ik zo het vermoeden dat de band praat over de coronaviruspandemie en de mogelijke feit dat zij zich niet al te positief gestemd zijn op voormalig president Donald Trump en op complotdenkers. En het is ook wel terug te vinden dat de liedjes heel erg op dezelfde thema of onderwerp in herhaling blijven vallen. Het zangoptreden van Marina La Tarocca is sterk, maar omdat de band niet zo'n bijzonder optreden wist te bieden, voelt haar gezang plat aan en heb ik niet zoveel van haar optreden kunnen genieten, zoals ik het zelf gewild heb. De band doet echt keihard zijn best om intens, badass en vlot te klinken door dit hele project. Alleen heb je al gauw het idee dat ze veel te hard hun best doen en klinkt dit album niet zo tof als dat je op het eerste gezicht zou denken. Verder heeft dit album ook heel wat filler nummers die voor de rest weinig memorabele momenten wisten te bezorgen. All my favorite songs are still inside.
OK Human is het 14e studioalbum van de Amerikaanse rockband Weezer, die vooral gaat over isolement, eenzaamheid en angst die wordt veroorzaakt door de coronavirus-pandemie. De songwriting waar frontman en zanger Rivers Cuomo ook verantwoordelijk voor is, voelt persoonlijk aan en het zijn van die nummers waarbij de zanger zijn gedachten deelt om zijn hart te kunnen luchten. Ook van wat die isolement, de eenzaamheid en angststrijd met hem doet sinds de virusuitbraak. Het zangoptreden van Rivers Cuomo is goed voor wat het is, maar het is niet zo dat ik het indrukwekkend vind. Het optreden van de band en de productie van Jake Sinclair is mooi en geeft een soort The Beatles-achtige vibe af wat leuk is, maar niet helemaal mijn ding. Voor de rest is het album wel vasthoudend en blijft het alsnog een prima project. Paranoia is de debuut-EP van de Amerikaanse zangeres Maggie Lindemann, die in 2016 doorbrak met het popnummer Pretty Girl, wat ik zelf een slecht nummer vind. I can swear, I can joke, I say what's on my mind. Waarin zij een overgang maakt naar punkrock, wat een vreemde overgang is die ook nog eens niet verdiend is. Bij het beluisteren van deze EP betwijfel ik of de keuze van de zangeres oprecht is, want het doet me denken aan het feit dat rapper Machine Gun Kelly ineens een punkrock geïnspireerde album heeft uitgebracht, wat voor mij totaal niet logisch is. Niks op dit project slaat ergens op en ik vind die punkrock sound totaal niet passen bij Maggie Lindemann. De songwriting is edgy en heftig, maar zelfs al zou de songwriting oprecht zijn, dan nog vraag ik me af waarom de zangeres niet vanaf het begin van haar carrière voor een punkrock sound heeft gekozen. Het voelt gewoon edgy en heftig omwille van edgy en heftig zijn, wat ook nog eens onoprecht klinkt. Maggie Lindemann heeft een leuke zangstem, maar het past totaal niet bij de punkrock sound die zij probeert te bieden op deze EP. Ik heb zangeres gehoord zoals Avril Lavigne en Nicole Villar van Go Baby Go, bij wie de punkrock sound veel beter paste. Maggie's stem is daardoor te zacht en te zwak ervoor, terwijl de eerder genoemde zangeressen veel overtuigender of krachtiger klinken. De gastbijdrage van Sick Brain was niet om aan te horen met het schreeuwige optreden en dat bewijst ook maar weer eens dat Maggie Lindemann veel te hard haar best doet. De productie op zich is netjes, maar jammer genoeg voelt hij misplaatst door Maggie Lindemann uit te kiezen als de zangeres ervoor, aangezien het, wat ik al zei, onoprecht overkomt. Ook op een bepaalde manier om haar project te verkopen aan een bepaalde doelgroep, omwille van het proberen aan te spreken van een bepaalde doelgroep om het te kunnen verkopen. Yes, dat waren dus alle albums en EP's die ik in de maand januari beluisterd heb. Maar geen nood, er staan nog een paar albumrecensies voor jullie te wachten voor de aankomende tijd. En dat is natuurlijk voor het debuutalbum van de Engelse soulzangeres Celeste. En natuurlijk van het nieuwste album van Eusilvio. En zorg dat je geabonneerd bent op mijn YouTube kanaal, zodat jullie die video's niet zullen missen. Maar welk project was jouw grote favoriet? En waarom? Laat het eens weten in de reactie aan onderaan de video. En ik ben ook zelf heel erg benieuwd naar jullie mening. En ik hoop misschien iets van jullie op te kunnen steken. En ik zie jullie de volgende keer weer terug in een gloednieuwe video van mij. Oké? Doei doei!